valt meteen met je neus in de boter. Ja, de Newborn Fit Mama Proteïne Bar. Erg. Dit is zo lekker. Een klein stukje chocola erin. Niemand is natuurlijk gewoon perfect. En ik ook niet. Gewoon ben zoals ik ben. En dat is gewoon goed genoeg. Ik ben er zelf ook echt niet normaal enthousiast over. Ik moet gewoon echt eventjes een soort van spurt gaan maken. Mijn fotoalbum is tegengekomen. Kijk hoe leeg het nu is. En wij zijn weer in de studio om workouts op te nemen. Ik ben even moed aan het verzamelen voor de volgende. Helemaal vol gas op dat ene stukje, zeg maar. Woehoe, je kijkt weer naar een nieuwe weekvlog en je valt meteen met je neus in de boter. Want voor ons hebben wij nu een momentje hier waar wij echt al maanden naar uitkijken. We zijn namelijk in de afgelopen tijd bezig geweest met het ontwikkelen van een hele lekkere en helemaal toffe, passende snack voor Nieuwe Fit Mama. En die snack die hebben wij dus vandaag binnengekregen. En die gaan we nu unboxen. En jullie gaan meekijken. Nou, daar ga je. Oh my god, zo spannend. Wauw, oh my god, hoe leuk is dit, echt. Ik ben hier echt zo blij mee. Ja, de Newborn Fit Mama Proteïne Bars. Oh, zo leuk. Oh, dit zijn de gewone varianten. We hebben ook vegan eierenrepen. Maar de hele pallet die staat nog binnen. Ik heb even één doosje eraf gepakt. Even kijken, hoe moet dit echt? Dit moet je dan zo vouwen, hè? Ja, dan wordt het, die kun je dubbel vouwen. Volgens mij wel. En dan... Ja, zo, kijk. Oh ja. Oh, wauw, wat goed. Wat goed. Oh. Ja, kijk. En dan kun je dat zo lekker zo wegzetten. Zo op je aanrecht. Of in je kast. Oh, dit is echt geweldig. En dan zijn we hier nu voor je mama. Ja. Ah. Leuk. Oh, jij bent hem al aan het eten. ja, en het mooie is, ze staan nu online in onze webshop. Dus ik ga meteen even een linkje hier onderaan in de beschrijving zetten. Zodat je dus ook onze reep kan gaan proeven. Oké. En we hebben dus ook een vegan variant. Dat is niet deze, maar daar staat een groen vinkje, zeg maar, vegan op. Echt. Dit is zo lekker. Er zit een klein stukje chocola erin. Kan je zien? Het is een ideaal snackje om te nemen. Lekker als tussendoortje, makkelijk om in je tas te doen. En gewoon even lekker een zoet momentje, zeg maar. Die wel gewoon verantwoord is. Heerlijk. Ze zijn gemaakt op basis van dadels. Ja. En je wil dus echt niet weten hoe blij ik hiermee ben. Want het is gewoon zo'n fijne toevoeging naast onze eiwitten proteïne shakes. Is gewoon een hele fijne toevoeging. En wat ik zei, je werkt daar zo lang naartoe. En het is echt heel veel werk om zoiets te produceren met je eigen naam. Dus dat het is gewoon heel tof. Ik ben er helemaal blij mee. En ik heb ook even lekker daar straks een zak met broodjes gehaald. Want we hebben vandaag best wel een hele drukke werkdag. Maar ik dacht, ik doe wel even lekker een lunch maken. Want het is ook zo zonde als je dan dat helemaal niet viert of zo. Terwijl het echt wel een mijlpaal is dat we zoiets tofs hebben kunnen ontwikkelen. Zo, we hebben even lekker samen gegeten. En ik had eigenlijk een flesje met bubbels meegenomen die ik nog in huis had staan. Want ik dacht, het is heel leuk om het samen te vieren. Maar we hebben dus zo'n drukke, of zo'n, hoe noem je dat, volle mailbox. Dat we denken van, nou is het misschien niet een heel goed idee om dat nu te gaan doen. Dus dat houden we gewoon voor vanavond. Wel wilde ik nog heel eventjes en echt heel kort toch nog even terugkomen op vorige week. Omdat er natuurlijk toen ook geen weekvlog online was gekomen. En de reden daarvoor die had ik ook gedeeld op mijn Instagram.
Ik wilde even zeggen dat ik uiteindelijk ervoor heb gekozen om mezelf toch niet zoveel te laten leiden door reacties van anderen. Omdat uiteindelijk niemand is natuurlijk gewoon perfect en ik ook niet. En ik hoef ook niet per se na te denken over hoe ik er bijvoorbeeld op beeld uitzie. Of dat ik mezelf alleen maar mooi maak omdat ik anders misschien op beeld vermoeid kan overkomen. Terwijl dat natuurlijk ook gewoon echt heel erg normaal is als je, ja, 3 kleine kinderen hebt, een verbouwing aan het doen bent en ook nog een drukke baan hebt. En ik wil dat ook helemaal niet. Ik wil gewoon zijn zoals ik ben en me ook helemaal niet anders voordoen. Dus ik heb besloten dat ik gewoon weer lekker doorga met weekvloggen en gewoon ben zoals ik ben. En dat is gewoon goed genoeg. Ja, dus dat. En ik kreeg daar heel veel lieve reacties ook op Instagram over. Dus dat heeft me ook wel weer heel goed gedaan. Ja, dat wilde ik er gewoon eventjes over zeggen. Vegan reepje. Proeven? Yeah. Ja, dat moet je natuurlijk gewoon proeven. Ik ben weer thuis. De ouders van Ed die zijn hier dit weekend gezellig, dus dat is heel leuk. Die hadden lekker gekookt. Aardappeltjes met vlees en een salade, dus dat was heel leuk. Het is vrijdag, dus we hebben nu weekend. En we gaan even de reep proeven allemaal. Zal ik ze even in plakjes gezellig snijden? Let op. Oké, wie wil er een stukje? Jij? Oeh, mooi die tatoeages ook allemaal. Pak maar een stukje, Charlie. Oh, lekker. Pak maar een stukje. Die. De grootste, hè? Heel goed van je. Kijk, ik heb die. Lekker? Ik heb 2, ja. Oh, heb je 2 gepikt? Oh, ja, zo is die, hoor. Lekker? Ik ben er zelf ook echt niet normaal enthousiast over. Echt. Ja. Wij zijn onderweg naar ons nieuwe huis. Dat is een voordeel, want de ouders van Ed die zijn dus het hele weekend bij ons. En daardoor ja, zijn zij bij de kindjes en wij zijn onderweg lopend naar ons nieuwe huis. As we speak zijn we er. Met ons meetlintje. Want ik moet even iets opmeten. En Ed moet de kacheltjes uit gaan zetten. Want het stukwerk is niet droog, terwijl er al lang geschilderd had moeten worden. Dus dat is een beetje jammer. Dus we zijn met kacheltjes nu de boel aan het verwarmen. In de hoop dat het snel allemaal droog wordt. En ta-ta-ta-ta-ta. De vloer ligt erin. Lekker vloertje, hè? Kijk, hier is het. De verwarming. Staat hier. In de oh, wat is dit? Helemaal vies geworden. Ja, dat wordt toch nog geverfd. Dus dat maakt niet uit. Maar goed, in ieder geval, de vloer ligt er dus in. Keuken. Die wordt volgende week gezet. En ook in de woonkamer. Heel ander gezicht meteen, hè. Ik vind alleen wel nu dat de verwarming niet, of de, hoe noem je dat? De kachel niet meer mooi is qua kleur. Terwijl ik, zeg maar, bij de oude vloer vond ik het contrast heel mooi. Met de kachel, maar nu niet meer. Het is een beetje flat. Misschien komt het wel goed hoor als de gordijnen en zo er hangen. Maar ja, dat zien we wel. Want we gaan toch niet dat nu meteen veranderen, want de schilder heeft geen tijd. De stoelen staan sowieso mooi, want het zijn zwarte poten met een jouw kleur stoelen, dat staat sowieso. De grensbank staat ook mooi, dan de bedrijf erbij, de tafel erin, de zwarte jaloezieën. Ik denk dat de restaurator heeft, want daar komt dat om daar te staan. Ja, de restaurator ziet er ook niet uit van kleur. Toch? Het moet gewoon in een bepaalde kleur zitten. Ja, lastig. Ja. Dat is echt omdat wij een witte vloer hadden, stond alles daarop. Snap je? Eens. Dan maakt het gewoon uit welke kleur je kiest, want alles is mooi wit. Nu, ja, wat is nou mooi om deze witte vloer? Ja, grijs, maar ja, geen grijs bij de tafel. Ja, of je moet een soort van culinaria. Nou, het is maar goed dat ik maar nu vervangen werk, want als we het niet al weg moeten hebben, dan was het nooit goed gekomen. Wat? Wat? Hoe kan je eens het nog beter op de been verschuiven? Nou, ga jij eens hier weg, alsjeblieft. Nee, dat denk ik wel eens aan de steek. Nou, doe jij het maar, man. Ja. Tel me. 1,45 max. Maar 1,44.
4 in de markt. En hoe hoog? Hij moet sowieso, als je hier boven wil hebben, moet hij sowieso ruim 1,75 zijn. We moeten ook nog een televisie kopen hier, hè? Die voor ons gevolgd. Ja, dan moet je eerst een hele televisie kopen. Ja, hoezo? Jij hebt de hele televisie van die nu beneden is hier maken. En die dan? Ja, dat kan. Past dat? Ja. Nou, zo, echt wel een heel grote tv eigenlijk. Ja, hier, maar ik kijk te lekker. Dan moet ik wel links zitten. Waarom? Kun je het net zien? Ja, ook omdat jij het slaapt. Jij kijkt toch even verder. Ja, dan ben je niet zo egoïstisch. Ja, ja, precies. De therapie. Ja. Nou, dan zit hij lekker. Dat is een eentje. Oh, wat spannend allemaal. Maar goed. Morgen ga ik echt even... Wat ga jij morgen doen? Elektriciteit die nog open staat te regelen, dat is één. Maar ja, die begonnen. Want ik ga gewoon al wat dingen zeg maar ook van boven weer weggooien en allerlei dingen alvast inpakken. En dan moet ik allemaal, want allemaal hier naartoe kunnen dingen, dus dat ga ik nu ook doen. Even zo van, helemaal zo'n slag maken, snap je? Dat je echt even denkt van, oh wow, nu schiet het op dat ik dat gedaan heb of zo, snap je? Good morning, het is vandaag zaterdag. En Ed is alweer vanochtend vroeg naar ons huis vertrokken. En ik ben nu, as we speak, ready om de zolder onder handen te gaan nemen. Want ik dacht, ik moet gewoon echt eventjes een soort van spurt gaan maken om alvast dingen in te gaan pakken. Want vandaag over 4 weken gaan wij verhuizen. Als jullie dit kijken over 3 weken. En er is eigenlijk nog bijna niks ingepakt. Dus... Van de week was degene die onze, zeg maar, de dag van verhuizen, de vrachtwagen en zo heeft, de verhuizer. En die zei van ja, je kan echt beter alvast wel beginnen met bepaalde dingen. Dus dat ga ik maar doen. En ik dacht, de zolder is daarvoor eigenlijk het fijnst. Want daar staan natuurlijk heel veel spullen die je nu niet echt gebruikt. Ik ben fotoalbums tegengekomen. Dit ben ik dus. Net zo oud als Bob en Charlie. Ja, ietsje ouder ben ik hier. Echt te grappig. Dat haar ook echt. Heel blond en dan met zo'n pony. Te grappig gewoon. Ja, dit ben ik dus. Hier was ik 2. Jammer, want net zo oud als Ramos staat er dus niet in. Ja, dit was met onze hond vroeger. Leuk om te zien. Zo, hoe gaat het met jou verder? Heel goed. Zeer goed, we zijn al een eindje onderweg. Of eigenlijk is het gewoon al iets van 1:30 of zo. We hebben net lunch op. Ik ben al 1 keer met mijn schoonvader samen gereden naar het nieuwe huis. Kijken hoe leeg het nu al is. En nu gaat Ed goed van mij, hè? Zo knap van mij. En nu gaan we nog een keertje extra rijden. Om de rest te doen. Zo, na een hele dag dozen inpakken en die allemaal naar ons nieuwe huis sjouwen. Hebben wij onszelf lekker omgekleed en zijn we nu samen met Ramos onderweg naar onze date night. We hebben namelijk gezellig even een avondje met z'n 3 op pad. Dus dat vind ik echt heel leuk. Heel lang geleden dat wij echt samen met alleen Ramos weg zijn geweest. S'avonds zeg maar. Dus helemaal zin in. We hebben vandaag echt een hele slag geslagen. Bijna de hele zolder is al leeg. Met uitzondering van de dingetjes zeg maar die we echt... echt nog nodig hebben. En dat staat allemaal al in ons nieuwe huis. Dus dat is heel fijn. Dat schiet gewoon lekker op. En nu gaan we naar Oosterwijk. Ik zeg altijd Oosterwijk. Oosterwijk. Zo. Dat mag je niet zeggen, toch? Ja, ik weet niet. Ik hoor het dat je zegt Oosterwijk, maar je schrijft Oosterwijk of zo. I don't know. En daar zit dus een pizzeria en we hopen dat daar plek is binnen, want het schijnt een hele goede te zijn. Oh, wat heerlijk hier. Lekker kaarsje. Ik wil deze wel proeven. Tomatenbroodje. Heerlijk. Dat was echt zo... Oh, wacht. Dat clipje. Dat was echt zo leuk gisteren. Even lekker alleen met Ramos op pad en met Ed. Het was echt gewoon een soort van, ik en de 2 mannen. En ja, helemaal leuk. Nu, sorry, ik was even aan het eten. Nu is het zondag.
Meisjes liggen even op bed. Ed is met zijn ouders en met Ramos in de tuin aan het werk in het nieuwe huis. En ik heb dus net een campagne opgenomen met een heel leuk merkje. Dus vandaar dat ik er al helemaal in de krul en met lipstift en zo uitzie. Nu ga ik dat eventjes op mijn telefoon allemaal in elkaar zetten en maken en zo. Ik heb ook meteen lekker een koffietje en mijn laptop. Want ja, ik ga heel even werken totdat de meiden wakker zijn of dat de rest thuis is. Dus ja, dat is hoe het er allemaal even voor staat op dit moment. Het is voor ons wel een spannende week die eraan komt. Want ja, de eiwitrepen die gaan natuurlijk live. Dus dat brengt altijd wel een beetje een soort van spanning met zich mee. Maar vooral ook gewoon heel erg leuk. Ik heb daar dan echt helemaal zin in. En ik, oh, het is zo leuk om dan iedereen te laten zien wat voor lekker iets we hebben gemaakt. En ja, ik weet niet, ik ben er gewoon helemaal blij op. En ook wel trots op, omdat we dus wel echt... ja, een reep hebben laten maken die op basis van dadels is. Ja, en dat wilde ik gewoon heel graag. Hè? Dus dat je een natuurlijk ingrediënt erin doet. En ja, dus ik ben gewoon helemaal happy en excited daarvoor. Maar dat betekent wel dat deze week echt super druk gaat worden. We hebben ook opnames voor nieuwe workout video's. En ik heb de shoot nog met de repen, want die staan nog niet gefotografeerd. Dus dat is ook nog. Maar goed, een hoop geblabla. Ik ga even aan de slag. Daar is de man dus huis weer een keertje. Ik weet niet eens meer wat ik als einde nu heb gevlogd daarnet. Maar het is in ieder geval alweer etenstijd in de avond. En wij hadden daar straks een hele leuke poging gewaagd om naar de kermis te gaan. In het dorp naast ons. Maar dat liep me niet helemaal lekker. Want echt, het giet eruit buiten de hele middag al. Dus we hebben een beetje op de bank gechilled. Lekker gewoon met z'n allen niks gedaan. TV kijken en zo. En nu gaan we koken. En of je ons kan verstaan met deze herrie, weet ik niet. Maar we eten rijst met ei, boontjes, lekker veel knoflook, een pindasausje en pak soi. Dus een soort van gado-gado. Hoe ik dus het sausje maak voor de gado-gado, ik dacht ik ga het even laten zien. Ik heb hier een kleine verpakking met coconutmilk. In het pannetje gedaan. Doe ik een heel klein beetje van deze bij, maar echt heel weinig. Dat is voor de kinderen alles niet lekker. Een beetje peper, een beetje pindakaas en een beetje ketchup. En dat is gewoon lekker als dressing. Je kan er ook nog een uitje bij fruiten en wat knoflook. Vind ik ook heel lekker. Alleen ik heb hier ook al knoflook bij. Dus ik dacht, dan wordt het een beetje too much. Nou, en dit is dan voor de kindjes. Die willen bij ons meestal in twee keer eten. Dus dit is zeg maar dan portie 1. Het sausje zit dan onderop en dat vinden kinderen lekker als ik het zo door elkaar doe dan. Ja, en dit is dan voor ons. En voor de kindjes heb ik dus niet de pak soi gedaan, want ik weet dat ze dat toch niet eten. Dus beter zo. Dat is een potje. Good morning, het is vandaag maandag. En wij zijn weer in de studio om workouts op te nemen. Mijn haar zijn ze weer lekker gedaan door Simone, dus daar ben ik helemaal blij mee. En ik heb net al een upper body workout opgenomen. En ga nu zo meteen verder met een, volgens mij, beginner friendly total body workout. Is er iemand hier in de zaal die toevallig nog een lekker eiwitreepje wil? Jij? Komt-ie. Ik ben even moed aan het verzamelen voor de volgende. We hebben nu een 7 minutes booty en benen workout. Dus eigenlijk gewoon billen en benen. Maar, ik ben helemaal kapot. Dit wordt een workout nummer 4. Alles in rap tempo achter elkaar. Het is nu 11:30. Dus hij wordt pittig, want het is echt zo'n ja, billen benen in 7 minuten echt helemaal vol gas op dat ene stukje, zeg maar. En als je dat al na een aantal workouts doet, dan is het echt heel pittig, ben ik bang. Maar goed, keihard muziek aan en dan gaan we er gewoon voor. En dan ga ik dat gewoon doen. Echt, muziek helpt je er altijd doorheen. Wij hebben echt nu hele leuke workout muziek. Maar echt mijn tip, als je dus gaat trainen, doe echt gewoon je muziek keihard aan. En de leukste muziek die jij zeg maar hebt. Want dat, ja, dan krijg je gewoon helemaal die vibe, zeg maar, weet je wel. Heb ik dan tenminste. En dit was het einde van de weekvlog. Dus dankjewel voor het kijken weer deze week. En tot de volgende.